Yo boys, top ik kijk deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten wij op mijn kamer. En jullie zullen vast denken nu van, Floris, waar is de game? Het is vandaag geen game, jongens. Het is vandaag vuurwerk. Zoals jullie op de achtergrond kunnen zien. En zoals jullie misschien ook aan de titel slash thumbnail zagen. Gaan wij een leuke vuurwerkvideo maken. En omdat het nu al een beetje tegen het einde van 2017 aan begint te komen. Moeten wij natuurlijk ook vuurwerk thuis hebben. Dus jongens, wij gaan vandaag ook... In deze video, ja voor mij is morgen, gaan wij video maken. Nee, gaan wij vuurwerk halen in de Aldi in Duitsland. Dus dat wil ik gewoon even bij vertellen dat ik het daar even ga halen. Ik weet ook niet waarom, maar het zal ook allemaal wel. En zoals je hier kunnen zien, ik heb hier een hele mooie lijst, boys. Ik zal hem zo meteen even van dichtbij laten zien met deze camera, de WX500. Voor de mensen die het zullen willen weten, met een klapschermpje. Hey, altijd lachen. Sommige mensen vroegen van welke camera gebruik je nou eigenlijk voor het vloggen. Nou, het is deze, dus alsjeblieft, weten jullie het ook vast. Alvast. En ik zal zo meteen even laten zien wat wij voor vuurwerk wij hier gaan halen. En bij de Aldi in Duitsland. Dus voor jullie is het zo meteen. Maar ik moet nog even lekker lang wachten, want ik moet nog slapen, helaas. Want het is pas morgen dat ik het ga halen, maar het is wel heel vroeg ochtends dat wij dat gaan halen. Want ik zal zo meteen de rij aan jullie laten zien hoe druk het al is als wij eraan komen. En het is gewoon nog donker, hè? Moet je nagaan. Het is gewoon nog donker en we staan ongeveer om 6 uur, of ja, 6 uur zijn we daar volgens mij al. Ik zal het wel laten zien hoe laat het is dan, of 7 uur, ik weet niet hoe laat het is dat wij daar aankomen, ik sfeer het je. Maar... dan is het al super druk. Dus dan zal ik even laten zien hoe druk het al is en waarom dat we ook zo vroeg gaan. Want daarvoor gaan we eigenlijk zo vroeg voor die drukkerij. Dat we een beetje als eerste zijn, waardoor we onze mooie producten of onze mooie vuurwerkknallers of vuurwerkpotten slash cakes slash... er zitten geen pijlen tussen, maar gaan halen. Maar jongens, als jullie een vuurwerkvideo leuk vinden, geef dan sowieso even een like. Ik heb daarom ook nog geen vuurwerk, helaas nog geen vuurwerkvideo gemaakt. Vandaar ik het ga afsteken en gooien en zo. Nee, we hebben nog niet allemaal zo veel vuurwerk. Of ja, ik, althans wat ik er een video van kan maken. Dus ik kan er nog geen leuke video van maken, wat voor vuurwerk ik nu heb. En ik kan het hier wel met mijn thuis doen, maar zometeen heb ik zometeen de buren ook weer op de stoep staan. En van, kan het wat zachter met dat vuurwerk ofzo, of kan je even stoppen? Dus dan moet ik even naar een plekje rijden meestal met de fiets, want ik heb geen auto. Hè. Maar ik zal jullie zometeen, vandaar heb ik nog geen vuurwerkvideo kunnen maken. Maar deze video, jongens, is daarvoor bedoeld om lekker wat vuurwerk te zien en te laten knallen. En ik zal ook even omschrijven straks als ik het vuurwerk thuis heb. Zal ik het allemaal even lekker laten zien. En dan gaan wij eens eventjes... dan gaan we nu eventjes dit ding laten bekijken. Dus ik had mijn camera al vastgepakt. Maar ik wil nog even zeggen van... dit is één lange video tot het nieuwe jaar. En tot het oude jaar eigenlijk. Dus dit 2017. En jullie zien ook een video van 2018 gelijk in deze video. Dus we knallen eigenlijk door tot 2018. Dus we zijn een jaar lang aan het knallen. Als je het zo mag zeggen, weet je wel, in deze video. Nee, dus deze video wordt van 2017 tot helemaal 2018. Dus voor mij zitten er wel een paar dagen in wat ik hier ga doen. In deze video. Maar voor jullie merken daar helemaal geen bal van. Jullie zien het wel. En jullie zullen het allemaal wel zien, denk ik. Wat er allemaal gaat gebeuren. Maar oké, dit is alweer een veel te lange uitleg wat ik eigenlijk wou doen. Want het is eigenlijk een soort van vlog. Dus ik ga eens even deze camera aanzetten. Deze camera staat aan. En dan ga ik jullie nou even meenemen. En deze camera. Dus 3, 2, 1. Boom! Hey jongens. Welkom bij mijn vlogcamera. Kijk, jullie zien mijn greenscreen. Jullie zien mijn lampie. Waar ik dit leg vandaan al. Want ja, ik heb geen softboxen zoals jullie kunnen zien. Oh, trouwens, dit is een beetje soort mijn setup, kleine setup hier ook. Ja, het is eigenlijk mijn gewoon complete setup eigenlijk, dus ik vind het wel een grote setup. Zoals je kunt zien, twee beeldschermen, maar dit is geen setup video. Oh ja, trouwens, dit ding heb ik laatst nog gekregen met kerst. Dus ik vier geen Sinterklaas, maar ik vier kerst, maar dat doet er nu niet toe. Doet er nu niet toe, maar dit mooie mix-ampje. Ik wil het even laten zien, top. Maar ik heb hier een mooie prachtige kaart. En zoals jullie hier kunnen zien, wij gaan een Excalibur nemen. We gaan een Artus, we gaan een King and Queen. Golden Kingdom, een Guardian.
maar ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek hier, maar zo wel. Iron Heart, Witchcraft is er dus blijkbaar niet meer. Oké. Wolf Blood. Blood. Oké, ik moet uitspreken die. Nou, dit zijn dus allemaal dingen. Dragonfire hier. En zo, deze een paar dingen nemen niet. Ik weet ook niet waarom. Ik heb het niet aangekruist. Maar het zal wel goed zijn. Mijn vader heeft aangekruist. Dus mijn vader denkt, dit is best wel mooi. Dus Oké. En in één keer druk ik mijn camera uit. Lekker bezig, Floris. maar ja, dit is dus wat wij gaan nemen hier ook. Dus, ik zie jullie zo meteen. Als wij in de auto zitten. Of ja, ik zal jullie zo meteen wel laten zien. Van dat wij... Of dat ik 's ochtends vroeg opsta en het zo laat is. Ik zal het wel aan de klok laten. Ik zal inzoomen op de klok, jongens. En dan zien jullie wel hoe laat het is. Ik denk dat het ongeveer 5:30 is of zo als ik ga opstaan. Dus dat is al flink vroeg. Dus ja, ik zie jullie zo meteen. Dit is wat deze video gaat gebeuren eigenlijk. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Voor een vuurwerkvideo is maar zo goed bekeken. Dus allemaal leuke comments onder gekregen. Dus jongens, ook allemaal nog een fijne kerstdagen. Voor. Het is nog een klein beetje kerst, oké? Ook al is de kerst eigenlijk zo aflopen. Nog steeds fijne feestdagen. En nog gelukkig nieuwjaar. En doe voorzichtig met vuurwerk. Ik ga voorzichtig doen met vuurwerk. En we gaan gewoon lekker aansteken. Dus ik zie jullie zo meteen. Als ik ga opstaan, 's ochtends vroeg, dus ik ben nog niet helemaal wakker zo meteen. Maar dat zien we zo meteen wel, dus tot zo. Nou boys, daar ben ik dan weer. Ik sta nu in mijn garage. Ik heb helaas vanochtend niet kunnen filmen, want ik was mijn camera vergeten. Oepsie, maar dat maakt niet uit. Want ik denk dat jullie gewoon meer voor het vuurwerk komen, denk ik. Dus jullie wisten trouwens waar ik het uit gehaald, dus de Aldi in Duitsland. Maar ik zal nu even laten zien wat we allemaal eigenlijk hebben gehaald. En dat is... Allemaal dit. Oh mijn god. Ja, en dit was nog van vroeger. Of ja, van vorig jaar. En dit is van nu. En we hebben hier al drie leuke potten eigenlijk. En elkaar eigenlijk. Zo'n, ik weet niet hoe je dit noemt, maar het zal wel een leuk effect geven. Nou, het is een Iron Heart. Zo heet deze. Nou, ik vind het helemaal prima. 103 schoten. Ik vind het best. We zullen dat allemaal op oudjaaravond zien. En dan hebben we hier nog Kings en Queen. Dit mooie dingetje. Nou, ik vind het ook best. Ik zal het dan wel laten zien. Het zijn twee potten. Hier al. Zit hierin. Ik kan het nog niet laten zien. Want dat pakken we pas uit op oudjaarsavond. Maar ik weet niet of jullie de effecten een beetje kunnen zien. Maar zoiets. Nou, ik vind het helemaal best. 36 schoten per stuk, denk ik. Dus of met z'n allebei tegelijk. Ik weet niet hoe groot dat ze zijn. Ze zitten in zo'n box. Maar ik zal het wel zien. Nou, deze twee hebben we nou ook. En hebben we deze. Deze jongen. Deze is dik. Ik zweer het je. Deze hebben we al 3 jaar. Nu kopen we deze al. En deze is echt... ziet er nice uit. Dus Excalibur. Hij heeft echt niet normaal grote gaten. Eigenlijk, zoals je zo kan noemen, of ik weet niet hoe je het wil noemen. Nou, dit. Nou, ziet er mooi uit. We zullen het allemaal wel zien op oudjaarsavond. Deze ook. Dus we steken dit allemaal lekker af. Dan gaan we even door naar. Hoe heet deze nou? Wacht, die dingen zijn nog zwaar ook. Oké, eventjes pakken. Hoppatee, top. dit is. Moet ik dan nog weer weten welke dit is? Oh, Swords of Fire. Hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd wat dit is, want deze ken ik namelijk nog niet. Dus dit is het effect. 500 effecten. Ik vind het prima, het staat hierop. Ik lees wel wat hierop staat. Maar 62 schoten zitten hierin. Dus hartstikke mooi. Als Sword of Fire. Ja, ik zal het dan wel laten zien op oudjaarsavond. En dan hebben we hier nog twee van deze dingen. Artus hebben volgens mij twee van, denk ik. Ja, moet eens kijken. Deze dingen zijn echt klein. Ja, ik weet niet hoe ik het kan laten zien. Nou, dit is mijn hand. Zo klein is die. Nou, hij is best klein. Maar ze hadden wel leuk. Waren niet heel duur, dus daarom ook gewoon twee. Dus het is lachen. En dan hebben we hier nog Dragonfire. Hartstikke mooi. Het is een soort waaiertje, dus hartstikke mooi. Zo, er zitten ongeveer, hoeveel schoten in zitten erin? 51 schoten, let's go. Dan gaan we eventjes door naar een andere. En dat is Magic Moments.
Hartstikke mooi. Trouwens is mijn opa hier ook even bezig met allemaal gekke takken hier ook. Zit hier buiten. Is bezig. Maar oké. Ik vind het helemaal prima. Nou, deze met mes. Het zal wel. Mastic Moments. Mastic. Het zal wel. 45 schoten. Hartstikke mooi. Ja, 20 mm dik. Nou, ik vind het helemaal best. Nou, oké, boys, daar ben ik weer. We hadden het net over deze. Ja, maar opa kwam eventjes zagen. Dus ik denk van, nou, laat ik hem even terugzagen. Dan hebben jullie er geen last van. Nou, ik eventjes door. Maar we waren eventjes hier. Ik kan deze naam gewoon niet uitspreken. Mastic Moments of zo. Kijk naar de naam. Ja, het zal wel. Ik vind het helemaal prima. Nou, dan hebben we hier nog één dikke loempia, jongens. Dit is, hoe heet deze nou? Golden Kingdom. Ja, ik zie het hier namelijk net staan. Dit is ook één gekke loempia. Dit is ook gewoon drie schoten. Of drie potten aan elkaar gelust. Ik vind het helemaal prima. We zullen het wel zien. Maar ja, we zullen het wel even zien. Wat deze allemaal gaat doen. Maar ja, dan hebben we deze nog. Oh ja, dat was deze waaier. Die heb ik zo net laten zien. Oh, sorry. Dat is een soort waaiertje. Hartstikke mooi. 51 schoten. Ik ben benieuwd op oudjaarsavond hoe dat eruit gaat zien. En dan hebben we hier nog. Hier kom ik zo meteen op. Maar eventjes deze dingen. Deze zijn nieuw dit jaar volgens mij. Hadden we vorig jaar niet. Ik ben heel benieuwd wat dit is. Ik heb geen idee. We zullen het wel zien. Nou, er zit in ieder geval iets in wat beweegt. Dus hier zit nog iets op voor het aansteken. Voordat je het kan aansteken. Dus we hebben er twee van. We dachten, nou laten we er ook gewoon twee nemen. En ja, dus, we zullen het wel zien. Hartstikke mooi. Nou, dan komen we bij Magic Sky. Dus iets anders dan... ja, ik ga die naam niet eens meer zeggen. Oké. Oké, nou, ik kom even niet op de naam. Ik zie die naam, maar ik kan het gewoon niet meer uitspreken. Het zal wel, het is nog ochtend, dus goedemorgen, Floris. Dit is 11 mm, deze dingetjes, deze pijpjes. Dus ik vind het helemaal prima. Ook 100 schoten. Ik weet niet of ik hem al even laten zien. Maar nou, dit is deze. Hartstikke mooi. En dit is eigenlijk wel iets wat ik uit kan spreken. Wolfbloed. Hartstikke mooi. Ik weet niet. Ik zeg het volgens mij nog steeds niet in het Engels. Maar ik vind het prima. 16 schoten. Het is een rond potje. Dus wacht. Zullen we eens even kijken. Maar voor mij zit... Ja, dat dacht ik al. Voor mij zit hij zo dicht. Dus nou, dit is deze. Ik vind het hartstikke mooi. We zullen het allemaal gaan zien tijdens oud en nieuw. Dus dan gaan we dit allemaal lekker afsteken. Lekker schieten. En dan ga ik misschien straks nog even een videootje maken of zo. Ik weet niet. Maar met allemaal groenbloemen of zo. We hebben nog allemaal groenbloemetjes. We hebben fonteintjes. We hebben nog deze dingen. En rotjes ook nog. En de fonteintjes. En knetterballetjes. En het zal ook. Het komt niet op vandaag. Dus het komt er allemaal niet op. Maar jongens, ik zie jullie zo meteen. Ik weet niet wanneer ik jullie zo meteen. Of ik weet niet wanneer ik jullie zie. Ik weet niet wat ik hierna ga doen, maar in ieder geval deze vrijdag, ja, voor jullie is het al oud en nieuw geweest als jullie deze video zien, gaan we even lekker een livestreampje houden met Koen, dus die gaan je ook nog eventjes een klein stukje van zien, dus dit soort van ook nog slash vlog eigenlijk, deze video eigenlijk, dus ja, ik hoop dat het leuk vinden, dus jullie zien me zometeen vrijdag weer, het is nou donderdag, dus je mag weer lekker een dag lang wachten, maar dan zien jullie weer... Dus jullie zo meteen dat ik met Koen ben en dat we nog even met Koen eventjes wat knetterballetjes hier zo in de tuin gaan afsteken. Ik denk dat mag wel, dus categorie 1, dus ik denk dat we daar even lekker afsteken, weet je wel. Dan is dat hartstikke mooi. Dan gaan we even met Koen lekker een beetje afsteken. Dus ik denk dat hoort ook nog bij de vuurwerkvideo, dus dan gaan we dat ook even doen. En dan zie ik jullie zo meteen, maar voor mij is het nog een dag wachten. Dus tot... Zo. Nou jongens, dan zijn we dan in de garage. We zijn net klaar met livestreamen toch? Yo. En dan gaan we nu eventjes, want dit is een vuurwerkvideo, gaan we nog heel eventjes lekker knallen. We hebben wat knetterballetjes. Let's go. En trouwens, moet je kijken. De kerst is net voorbij en wat gaat het doen? Het gaat soms van sneeuwen. Het gaat letterlijk weer gewoon sneeuwen. Dus Koen, ik zeg aan jou. Komt de eerste. Gooi hem weg, zou ik zeggen. Oeh, spannend. Oh nee. Ik hoop dat het... Oeh, jezus, dit ding aan de weg hard. Jezus. Ja. Nou. Nou, jongen, ik zou zeggen, steek er nog één aan. Nog één?
Ja, ik zou zeggen, zeker. Zeker, zeker, pa, jongen. Ja, we staan in een garage, want ik heb geen zin om nat te worden. Of, ja, dus sneeuw geraakt te worden. Woe! Oh, jezus. Oh, nee. Oh, nee. Lachen dit, jongen, gek. Zal ik hem alles in de lucht gooien? Ja, dan moet je even... Ja, oké, okay, dan mag. Oh, kijk, daar gaat... Doe je nou? Ja, dat doe jij, hè? Dat doe jij. Ja, je moet er wel een beetje de linkerkant op gooien, denk ik, hè? Ja, nee, ik heb... Jongens, kijk, ik heb hier geen ruimte om te staan, dus... Nou, nu. Nou, ik zo. Ja. Ik ga er gewoon mee zitten. Gewoon. Nou, ei, Koen, ik zou zeggen. Gaan gooi we daar maar naartoe. Ja. Je mag nog wel langer wachten, waarom, dus. Waarom gaan ze best wel hard? Voor dat weet ik ook niet. Voor eerste gaat. Nou, laat mij er ook even in afsteken. Ja, ja, ja. Nou, ik zou zeggen, pak de camera. Ik ga vloggen. Hallo mensen. Ja, maar je moet er wel even voor staan, hè, jongens. Oeh, spannend, ja, jongens. Zie je? Ik vind het best hard gaan. Ik vind het ook best wel hard ik gaan. Ik vind het best hard gaan voor eerste graad. Ga best hard. Jongens, zullen we even een fonteintje afsteken? Dat. Nou, ik zou zeggen, ja, we gaan even een fonteintje pakken en dan zijn we zo. Jongens, daar gaat ie. Ja, nu wel. Fek erin. Kijk, dit is één gek ding. Ja, waarom dit op staat, ik weet het ook niet. Dit is een soort vuurwerkje, dus Koen, jij mag hem nog een keer afsteken. Nou. We zetten hem naast een fonteintje. Oh, ja, waarom schiet je hem nou op? Omdat ik even het fonteintje weg wil halen. Nee, jongens, dit is het dingetje. Kom, ik zou zeggen, steek hem aan dat ding. Ja, ja, dat moeten we wel even zien. Oh, ik heb een vuurwerkje afgestoken. Oh, nee. Yes. Wat? Ik zweer, kijk, er komen wat dingen uit. Er komen dingetjes uit als het goed is. Ja, daar. Waar ligt het? Ja, daar voor je, daar ligt. Waar? Daar, voor je voet. Nou, jongens. Het is weer onzin, dit ding. Nou, gooi nog maar even zo meteen een knetterballetje, oké? Okay? Ja, nou, we gaan nog even wat knetterballetjes afsteken, let's go. Nou, Koen, dan gaat er weer een fonteintje, let's go. Ja, hoor, daar gaat hij. Het is allemaal oud vuurwerk dit, maar oké. Okay. Een fonteintje. Oh god. Ik heb het komen, hoor. Ik heb het komen. Ja. Wat zijn even voor een trieste zooi? Dat was hem gewoon. Nonde je. Jongens, het sneeuwt nog. Ik snap niet dat het sneeuwt, maar oké. Okay. Oh jongens, het sneeuwt, maar oké. Okay. Nou, steek eens even zijn knetterbalk af. Ja, ik zou zeggen, jongen. Steek hem af, dat ding. Steek hem aan, Pieter. Zeggen ze altijd. Ja, komt hij aan. Ze zeggen, gooi hem. God, mijn hele camera wordt nat door die zij sneeuw. Hij doet het wel. Moet alleen even goed doen. Duurt het. Ja hoor. Bam. Beam. Beam. Wil je er ook nog een afsteken, jongen? Ja, jongen, ik zou zeggen, ik had de camera... Oh god. Hij is open. Nou, dan ben je heel veel uit. Nou, daar gaat hij dan. 5 euro's. Bam. Geet het dan nog hard op, hè? Jazeker. Nou jongens, we pakken er nog even één. Dit is de laatste van vandaag. Bam. Hey, jongens, hartstikke mooi. Nou, we zien jullie wel. Ja, Koen zien we dan niet meer. Maar ik zie jullie zo meteen op oudjaaravond eigenlijk. Het gaat heel snel, deze vlog. Want het is nu pas vrijdag. En pas zondag is het... Maar ja, hè, meer hebben we ook niet te filmen eigenlijk bij. Nee, doei. Dus we zien jullie om 6 uur bij oudjaarsavond, ja, denk het wel. En dan gaan we nog wat eigenlijk afsteken, want dan mag je afsteken, jongens. Dus tot dan en tot zo. Nou boys, het is weer de volgende dag. Het is weer zaterdag. Koen is gisteren weer naar huis gegaan. Het was een gezellige livestream trouwens weer. En jongens, ik heb weer wat vuurwerk, dus dan ga ik er eventjes bij pakken. Nou, ben ik weer. Het is trouwens zaterdag, dus kijk. We hebben nog steeds categorie 1 vuurwerk. Ik heb één zo'n dingetje. En nog één zo eentje. En nog een paar van die knetterballetjes. Dus dat gaan we vandaag even afsteken. Het is nog zaterdag, dus ja, morgen begint pas het echte werk. Dus dat was mooi. Dus dit ding halen we er even vanaf en dan gaan we eventjes wat afsteken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe even vast een like als jullie dat nog niet hebben gedaan. En dan
gaan we weer eventjes lekker knallen. Yes. Oh ja, trouwens boys, het waait ook erg erg. Het waait ook heel erg. Dus als jullie een beetje last van hebben, ik kan er niks aan doen. Ik heb ook trouwens geen cameraman. Ik heb gebruikt het statief vandaag. Dus ja, het is niet uit. Ja. Gisteren hadden we Koen, dus die filmde ook nog even een stukje. Maar nu ja, gebruik gewoon mijn statief. Dus ik hoop dat ze het nog leuk vinden. Dus let's go. We beginnen met knetterballen. Daarna gaan we eventjes die twee potjes afsteken. Dus let's go. Jongens, het gaat de eerste knetterbal van vandaag. Dus let's go. Zo, die ding knetteren. Goed. Nou boys, we gaan er twee tegelijk. Dus ik hoop dat het een beetje goed gaat. Dus ja, voor allebei gaan ze. Oh, kak, ze vliegen uit elkaar. Lekker. Oh, dan gaan we nog een keer met wat knetterballen. Let's go. Lekker doen. Hey jongens, ik denk dat we nou eventjes zo'n potje gaan afsteken. Dus let's go. Nou boys, gaan we dan afsteken. Ik hoop niet dat het hard waait dat ding omvalt. Maar we gaan het zien. Dus let's go. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Lachen. Gek dingetje hoor. Hey. Op naar weer een paar knetterballen. Oh, daar gaat er weer. Daar gaat er weer één. Die dingen zijn. Nou, de rondjes zijn aardig kort. Maar oké, okay, dan gaan we gewoon hoppelijk naar een volgende keer. Nou, let's go. Zo. Nou, dat waren eigenlijk al de knetterballen. Dus dan gaan we nu naar de laatste fonteintje. En dan hebben we volgens mij van vandaag alweer gehad. Dus op naar dit fonteintje. Dus hoho. Hey jongens, het fonteintje staat uitgepakt. Laten we hem lekker aan gaan zetten. Dus let's go. Zo. Dit ding had je eigenlijk in het donker moeten zien jongens, maar nou, dat waren vandaag weer de dingetjes, de knetterballetjes, fonteintjes. En dan zie ik jullie nu echt zondag om 6 uur. Later. Nou boys, het is bijna 6 uur, dus we gaan nog heel eventjes wat knetterballetjes afsteken. Ik heb daar, het regent namelijk een beetje, dus kijk, ja, ik ga het zo meteen afsteken. Maar daar liggen wat knetterballetjes daarom. Een rijtje, op ja, zo'n heksenkringetje, ja, een kleine heksenkring. Of hij het zo mag noemen, weet ik niet. Maar, ja, ik denk het wel. Omdat het een kringetje is. Maar, ik ga nou even lekker afsteken. Het regent, dus ik heb een paraplu, dus, ja, dat wordt niet nat, weet je wel. Dat is wel handig. Dus ik zie jullie zo meteen als ik me ga afsteken. Ja, tot zo. Nou boys, daar gaat hij dan. Even van het slot afhalen, daar gaat hij. Dat ding heet goed. Ah, lekker. Dus ik heb nog eventjes een heksenkring. Of ja, en drie van deze grondbloemetjes heb ik nog even bij elkaar gelegd. Er waren de laatste drie grondbloemetjes die we nog hadden. Dus ik dacht, nou dan doen ze gelukkig gelijk alle drie. Dus let's go. Moet het ding wel aangaan natuurlijk, hè. Ja hoor, daar gaan ze. Maar boys, ik zei net dat we de laatste, ja, hoe heet dat nou, de grondbloem hadden. Nou, kijk, hier zit er nog heel veel in. Dus ik ga de paar weer even wat neerleggen en dan, ja, dan wordt het weer, dan wordt het weer lachen. Dus, nou, ik zie jullie zo als ik ze allemaal heb neergelegd. Dus, tot zo. Nou jongens, daar hebben ze dan. Ik heb ze even neergelegd. Het lontje weer allemaal bij elkaar. Daar gaan we dan. Zo net, jongens, toen ik er één testte. Ik zweer je, ik gooi hem vanaf daar even hier naartoe. Nou, en dan denk ik vloog in één keer pff, omhoog. Nou, ik weet niet wat er gebeurde, maar die dingen horen gewoon op de grond te blijven. Dus ik hoop dat ze deze dat ook doen. Ik hoop dat deze dat ook doen, dus let's go. Wacht, ik steek hem hier onderaan. Nou, er gaan er al een paar. Oh shit. Ja, ik ben bang dat hij zo meteen weer omhoog gaat vliegen. Oh. Nou, toen was er maar één afgestoken volgens mij. Voor mij was er maar nu één afgestoken. Nou, daar zijn we ook weer lekker mee. 100 uur. Ik steek hier ook al vuurwerk af.
Nou, deze zijn allemaal niet afgegaan, dus ik zie zoveel als deze ook afgaan. Ze liggen nu allemaal goed, dus hoop dat ze nu allemaal wel afgaan. Ja, dan waait die uit! God! Wat een onzin! Oh. Ja, nu gaan ze wel allemaal aan. Oh shit! Jezus! Ja, dat bedoel ik met omhoog schieten, jongens. Oh shit! Ja, die horen eigenlijk op de grond te blijven, zoals die ene. Maar ja, die andere, ja, die vlogen gewoon even omhoog. Nou, dat was wel spectaculair. Let's go. Nou boys, dat was het eventjes voor nu, voor 6 uur. Maar na 6 uur gaan we dit nog niet al afschieten. Maar dan gaan we wel eventjes een paar andere dingen doen wat hier ligt. Zoals die dingen daar en zo. En ja, deze zijn gewoon allemaal op. Waarom ligt dit hier dan? Nou, laat maar zitten. Nou, dan gaan we dit nog een beetje afsteken. Dus dan gaan we dit na 6 uur afsteken. Dus ik kan niet wachten na 6 uur. Oh, sorry, dat waren deze pakken. Dus ik zie jullie zo meteen. Na 6 uur. Nou boys, zoals jullie zagen, het is 6 uur, dus we gaan even lekker knallen. Dus ik ben ook gelijk naar buiten gegaan. Het is hartstikke donker, dus voor het opnemen is dat eigenlijk helemaal niet gunstig. Maar we gaan toch allemaal van die dingen omhoog schieten en zo, dus daar merk je niet zo heel veel van. Ja, eigenlijk wel van de donkerheid, maar... maar we gaan gewoon lekker knallen en let's go! Dus ik zou zeggen, geniet ervan en dan... ga ik lekker afsteken en jullie lekker kijken, dus let's go! Nou boys, het regent super hard. Dus ik heb maar een parapluutje gepakt. Jullie kijken nou trouwens tegen de ding aan. Dus we gaan lekker afsteken. Dus let's go! Woo, let's go! Daar gaat hij dan, nog eentje. Nou boys, daar gaat de volgende, let's go! Nou jongens, weer er één. Let's go, nu doet hij het! Trouwens boys, ik weet niet of dat het is opgevallen. Kijk, mijn haren zijn ook een beetje nat, maar het regent eigenlijk keihard buiten. Misschien als je dat aan mijn jas kan zien. Het regent wel lekker hard buiten. Misschien kunnen jullie het wel horen. Maar ik hoop dat jullie het een beetje horen. Jullie horen ook vuurwerk van andere mensen. Dus ik heb er net een paar afgestoken. Zo net zat ik een beetje met mijn hand voor, want er kwam... ja, ik wou het laten zien, maar ja, vanwege de regen wou ik even de kamer een beetje beschermen. Dus vandaar dat even mijn hand zag. Dus tering, iedereen schiet er even keihard op los. En ja, je bent natuurlijk ook even lekker aan het knallen. Dus ja, ik zou zeggen, let's go. En het is echt een heel gehannes. Maar ik heb trouwens ook altijd wel een brilletje op voor de zekerheid. Dus jongens, laat ik eventjes vuurwerk afsteken met een bril op. Ik hoop dat jullie dat wel doen, want je hebt er maar twee, weet je wel. Twee ogen. Dus ja, dus dit is even mijn... mooie, hoe heet dat nou, zaklampje. De eerste paar, drie keer of zo had ik niet met zaklamp gedaan. En daarna wel. Maar ik ga zo meteen weer lekker de regen in voor jullie. En dan, dan gaan we gewoon lekker knallen. En jongens, ik heb wat grappigs bedacht om voor mijn camera niet zo nat te laten worden. Ik wikkel mijn camera helemaal in. En dit zakdoekje eigenlijk, waardoor dat mijn camera niet zo nat wordt. Waardoor het niet echt beschadigt mijn camera. Hey, als het maar werkt, weet je wel. Dus zometeen zit dit ding erop. Dus voor mij zal het geluid ook denk ik dampen. Dus sorry daarvoor. Ik hoop niet dat het heel erg is. Maar dan weet je in ieder geval dat dit ding erom zit. Dat de camera een beetje waterproof is. Weet je wel. Dus jongens, we gaan weer lekker afsteken. Let's go. Boys, daar gaat hij weer. Let's go. Ja, let's go. Daar gaat hij dan. Let's go. Nou boys, nu gaan we even een paar van deze dingen afknallen. Dus ik ben benieuwd. Dus die ga ik daar naartoe gooien. Dus daar sta ik ook tenminste droog in mijn schuur. Dus ik ga ze even laten zien hoe ze eruit zien. Even kijken. Ja, let's go. Nou jongens, dit zijn... Oh, ho, ho, ho. Hoe nou?
Nou, dit zijn ze. Deze dingen ga ik even lekker afsteken. Dus, let's go. Komt ie, boys. Nog eentje. Zo. Nou, boys. Deze dingen zijn wel lachen. Dus, gewoon... Voor mij is het de laatste. Nee, dit is de ene laatste. Dus, let's go. Jongens. Laatste knallen van de week. Ja. Ja, je snapt het wel. Oké, joh. Zo, wow. Oh, die heb ik in de heg gegooid. Nou, die schoot er aardig op los. Ik heb nog wat nog een pakketje gevonden. Dat zijn deze dingen. Slibber, krachter. Ja, dat is Duits in ieder geval. Er zitten zulke dingen in. Die zijn zo lang. En ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Dus aansteken maar. Klein lontje. Ja. Oh, die gaan niet zo heel hard. Dus Wee! Boink. Oh, die ligt achter de ding. Zo, dit was ook een flopper. De derde. Ja hoor, yeah, let's go. Drie achter elkaar. Ik hoop dat het lukt. Dus let's go. Ja hoor, het is gelukt. Bop. Ik heb er van allerlei opgestookt, want er waren er echt heel veel. Dus die doe ik niet allemaal in de video. Maar hier heb ik er nog drie. Die drie ga ik even allemaal steken. Dus let's go. Wee. Bop. Snelle klap, jongen. Wee. Hey. Vietnam klap, wat? Wee. Bop. Nou nee, jongens, net zagen jullie dus die drie dingetjes die ik zo net afstak. Ja, en die dingen waren wel grappig. Maar zometeen gaan wij lekker aftellen van 10 naar 0. En dan is het 2018. Maar voor nu is het nog 2017 als ik dit stukje nog opneem. Maar als jullie dit kijken is het allemaal met 2018 alleen maar. Maar jongens, ik hoop dat jullie leuk 2018 hebben gehad. Of 2018, wauw. 2017 hebben gehad, jongens. En ik heb een heel leuk 2017 gehad. Ik ga niet op alles terugblikken. Maar dat had ik in die 200 subspecial eigenlijk een beetje al gedaan. Maar jongens, ik wil allemaal bedanken voor echt gewoon de 200 abonnees die jullie mij hebben gegeven. Nou. En dat we nog lekker door mogen groeien op YouTube in ieder geval. Maar zometeen gaan wij lekker dus aftellen van 3. Van 3 naar 0. Ja, dat ook. Maar ook van 10 naar 0. En dan hoop ik dat jullie er een beetje zin in hebben. In het aftellen. En dan gaan we met grote vuurwerk beginnen. Dus jongens, zometeen zien jullie van 10, 9, 0. Maar ik moet nog heel lang wachten. Want het is nu pas 10 voor 7 of 10 voor 8. Nee, 10 voor 8. Dus ik mag nog even 3, 4 uurtjes wachten. Dus dat is een beetje koud. Dus ik alleen maar op de bank zo van... Ik wil aftellen, ik wil vuurwerk afsteken. Dus dat gaan we dan ook maar doen ook. Ja, we gaan ook lekker wachten. Maar dat zien jullie niet. Zometeen is voor jullie dit. En dan is het gewoon aftellen begonnen. Ja, voor mij duurt het nog heel lang. Maar jongens, ik zie jullie zometeen met het aftellen. En dan gaan we lekker vuurwerk knallen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden, deze video. En dan komt die aan, het aftellen, jongens. Allemaal nog een doe voorzichtig met vuurwerk, als jullie dat hebben gedaan. En dat is echt fijn 2018, jongens. En tot. Ja, ik ga niet meer aan het einde van de video spreken, dus dan is de video ook gelijk afgelopen. Dus jongens, tot de volgende video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan zien jullie hier het vuur aftellen. En dan jongens, fijn 2018 allemaal. Geniet ervan. En ik zeg, tot zo bij het aftellen. Tot zo. Ja? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah!